De economische situatie waarin Suriname verkeert zorgt ervoor dat mensen op elke cent gaan letten. De vrouwenorganisatie Bijna Dorp in Para probeert zo goed en zo kwaad als het gaat het hoofd boven water te houden door de verschillende handgemaakte producten te verkopen. Dit verslag is van Sifra Goudland. De markt heeft een goede ligging langs de hoofdweg, waarbij niet alleen de Surinamers, maar vooral ook toeristen langskomen. Door deze ligging aan de Indira Gandhiweg is het vanaf de straat bijna meteen duidelijk wat er wordt verkocht. De vrouwenorganisatie probeert haar leden uit het dorp te ondersteunen door hun waar op te kopen en verder te verkopen. Ze maken de bijouterieën, als wat je net zei, de klederdrachten, de hoofdtooien, de prapies, die worden ook door de vrouwen gemaakt. De maracas worden allemaal door de vrouwen zelfs gemaakt. Hoor. Maar we sluiten ook niet uit de mensen die dan thuis hun vlegwerk doen. En wij kopen dan ook op bij hun om dan ten verkoop aan te bieden. Er zijn ook mensen die vanuit het binnenland komen, zeg maar Kwamala Semutu. En dan, wanneer zij naar de stad komen, proberen zij dan ook hun waar ten verkoop aan te bieden. En wij ondersteunen die mensen ook om dan onze markt te vullen met hun producten. De vrouwenorganisatie bestaat ruim 8 jaar en Biswana is zeer tevreden met wat zij tot nu toe hebben kunnen bereiken. Er is ook overdracht aan de jongeren. Volgens Biswana is er namelijk wel interesse bij de komende generatie uit het dorp om te leren hoe de verschillende inheemse producten te maken. Ze zijn geïnteresseerd omdat er los van dit markt zijn er ook mensen thuis die werken. En ze posten het op FB en die kinderen, het wordt dan ook aangeleerd thuis. Want wij krijgen dan ook bestellingen en de bestellingen die wij binnenkrijgen kunnen wij niet alleen maken. En zo geven we ook aan de mensen in het dorp die al weten te maken, die krijgen dan de bestellingen om te maken en dan worden ze betaald. Alleen om dan de klant te behouden en ze niet weg te sturen. Want je hebt echt van de hoogtij dagen, dat is de vakantieperiode van de mensen uit het buitenland. Dat zijn de afgelopen maanden geweest. Toen hebben we het heel druk gehad. En je hebt dan ook nog hier de lokale mensen, die mensen met hun spirituele dingen, die hebben dan ook kledij nodig. En het lukt ons aardig hoor, omdat we dan het niet alleen proberen te doen, maar we doen het ook met mensen van het dorp, om dan het gezamenlijk te klaren. De vrouwenorganisatie probeert spullen op te kopen in het district Para, om zo vooral vrouwen te stimuleren.